Goedenavond, dames en heren. Namens Eures Geldermond en Zeeland West-Brabant Business heet ik iedereen van harte welkom op dit online cross-border congres. Leuk dat u kijkt vanavond thuis op de bank, op zolder of achter de keukentafel. En wij hebben maar liefst 250 aanmeldingen vanavond voor dit mooie evenement van werkgevers, werkzoekenden en andere belangstelligen uit zowel Nederland als Vlaanderen. Beste mensen, mijn naam is Mark Volleman en ik mag u vanavond meenemen in dit mooie interactieve congres over de arbeidsmarkt en het ondernemerschap aan beide kanten van de grens. Hè? Dus zowel aan Nederland als in Vlaanderen. En toen ik die avond aan het voorbereiden was, dacht ik terug aan een gesprek dat ik had met Peter van der Meers. En voor diegenen die Peter van der Meers niet kennen, het is een Vlaming. Hij is geboren in Gent en hij was jarenlang hoofdredacteur van de krant De Standaard. En dik 10 jaar geleden maakte hij de oversteek naar Nederland, waar hij de landelijke krant, het NRC, eigenlijk uit het slop heeft gehaald. Want dat ging niet goed met die krant. En ja, die heeft hij toch eigenlijk weer boven de markt geholpen. Wat Peter nu doet, ik geloof dat hij nu ergens in Ierland woont of werkt. Maar er is me iets bijgebleven. Een hele opvallende quote in dat gesprek wat ik met hem had over Nederlanders en over Vlamingen. En toen zei hij, nou wij Nederlanders zijn gierig, zij zijn beleefd. De Hollander, die weet het ook altijd veel beter dan de Vlaming. De Vlaming die zegt aan de andere kant soms ja, terwijl die eigenlijk nee bedoelt. Vlamingen en Nederlanders, ja, die zijn eigenlijk buren die gewoon wel dezelfde taal spreken, maar ze begrijpen elkaar niet. En of dat nou gaat over cultuur, politiek, zelfs op sport, wielrennen, voetbal, zelfs het Nederlandse en het Belgische Koningshuis of de economie, de verschillen, die zijn wel heel groot. Alleen de vooroordelen die we over elkaar hebben, die kloppen niet. En daar gaan we vanavond nog wel een stukje op in. Overigens heeft die Vlaming Peter van der Meers ondertussen een Nederlands paspoort aangevraagd. Maar dat is even iets anders. Wat gaan we vanavond doen, beste mensen? De toekomst is samen. Dit is de allesomvattende boodschap en ook het thema van dit cross-border congres. Het thema, die komt deze avond heel praktisch aan bod in het samenbrengen van de werkgevers enerzijds en werkzoekenden, maar ook kennispartners met ondernemers met echt internationale ambities. Die komen tezamen. Wij hebben een mooi gevarieerd programma voor u. En deze avond staat onder andere in het teken van die arbeidsmarkt. De verschillen tussen de Nederlandse en de Vlaamse arbeidsmarkt. Maar we kijken ook hoe u in deze tijd van krapte op die markt de juiste medewerkers aantrekt, maar ze ook behoudt. Ook niet onbelangrijk. We gaan straks in gesprek met een Vlaamse en Nederlandse sterkhouder die alles over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt weet te vertellen. En we hebben ook de CEO van havenbedrijf Noord Seaport aan tafel, de heer Daan Schalk. Nou, de avond die wordt verder gekleurd met de Speld. En de Speld, velen van u zullen me best wel kennen. Dat is eigenlijk een satirisch online, zijn dat nieuwsmakers, die ons vanavond meenemen in de wereld van de arbeidsmarkt. Nou, in de tweede helft van het programma, na de pauze, hebben we speciaal voor u een trendwatcher uitgenodigd, Richard van Hooijdonk. En natuurlijk gaan we elkaar online ontmoeten en kennismaken. Het zogeheten meetmatchen. Beste mensen, beste kijkers thuis, heb je nou een vraag of een opmerking? Onderin jullie scherm heb je een soort vragenbalk en typ die vraag gewoon in en dan kunnen wij daar kijken of we daar een goed antwoord op kunnen geven. We zien hier ondertussen de eerste poll binnenkomen. Vanuit welke regio bent u afkomstig? Hè? Ik zie hier Zeeland. Bijna, nou zeg maar dik 53% is afkomstig uit Zeeland. We zien hier ook een hele grote club uit Oost-Vlaanderen zien we hier ook. Hè? Dus dat is ongeveer nou, zeg een 25% uit Oost-Vlaanderen. Nou, en de rest een beetje wijd en zijd verspreid. Dank jullie wel. Zo dadelijk komen de polls, hè? Dus stem zeker mee. We gaan het lekker interactief maken met elkaar. Ja, beste mensen, bij mij aan tafel. Hè? We gaan beginnen. Want bij mij aan tafel, Twan Witters van het UWV. En aan de andere kant van de digitale lijn, om het zo maar te noemen, hebben we Freddy van Malderen. Freddy, directeur van VDAB Oost-Vlaanderen en voorzitter van Eures Geldermond. Freddy, ook van harte welkom. Twan, om maar bij jou te beginnen. Hè. Vertel, wat doe jij precies binnen het UWV?
Ik ben binnen UWV landelijk URES-manager voor werkgeversdienstverlening. En wij ondersteunen werkgevers bij het aantrekken van personeel uit heel Europa. Dus ook in de grensstreken met België uiteraard. Ja, dus vanavond hè, zowel mensen uit Vlaanderen als uit Zeeland, West-Brabant. Die weet jij ook daarin in te maken. Absoluut, vanuit ja. Het UWV, ja. Hè? Ja, Twan, jij loopt al wat jaren mee hè, binnen het UWV. Hè? Dus in een Nederlands spreekwoord, je weet al hoe de hazen lopen. Kun je nou ons meenemen, wat zie je nou aan ontwikkelingen? Wat gebeurt er nu eigenlijk op de arbeidsmarkt in de dag van vandaag? Ja, ik denk dat je kunt stellen dat we toch wel eigenlijk een historisch moment meemaken. We hebben de grootste krapte ooit gemeten door UWV in eigenlijk alle arbeidsmarktregio's. We hebben ontzettend laag percentage werkloosheid. En we hebben zelfs meer vacatures dan dat we werkzoekenden hebben. Desondanks, als je kijkt naar de... Kun je dat in cijfers uitdrukken? Als je zegt, van, nou weet je, als je die markt nou bekijkt, er is echt zo'n grote vraag hè, naar personeel. Over welke aantallen spreek je dan? Ja, ik heb het uitgezocht voor de grensstreken. Ja, ja. Want we zitten nu hier samen voor de grensstreken Antwerpen, Oost-West-Vlaanderen, Zeeland en West-Brabant. Dan zie je dat we op dit moment 170.000 werkzoekenden hebben. 170.000. 170.000 mensen die op zoek zijn naar een baan. Nou, zoals gezegd, hè, in Nederland hebben we meer vacatures dan werkzoekenden. In Vlaanderen is dat nog niet het geval, maar het zit er wel erg dicht tegenaan. En als je dan kijkt naar die 130.000 werkzoekenden, 35% daarvan is 50 jaar of ouder. Bijna de helft daarvan is laag geschoold. Dus die zijn echt aangewezen op ongeschoolde arbeid. En bijna 50% is ook langer dan 2 jaar werkloos. Okay. Dus ja, dat zijn forse cijfers. Ja, maar aan de andere kant hè, proef ik ook een beetje van laat het bedrijfsleven, hè, zowel aan beide kanten van de grens, niet dan wat liggen op die arbeidsmarkt? Nou ja, in elk geval hebben ze heel veel vacatures en hebben we nog 170.000 werkzoekenden die ze eigenlijk zijdelings laten liggen. En natuurlijk, hè, de lage scholen kun je niet aannemen als procesengineer. Maar ik denk dat bedrijven wel is anders kunnen kijken naar werk. Als zij hun werkprocessen aanpassen. Als zij functieprofielen aanpassen. En niet met lappen tekst komen met functie-eisen, diploma's, NENSUS, ISO hier. Dan denk ik dat je echt wel uit die 170.000 mensen nog best een aantal mensen kan halen die bij jouw vacatures kunnen vervullen. Ja. En laat staan, hè, je kan ook vacatures vervullen aan de andere kant van de grens. Ja, hè? Absoluut. Kijk, als je als Nederlandse werkgever of als Vlaamse werkgever dicht bij de grens alleen maar in je eigen land blijft zoeken, dan zoek je dus maar in een halve cirkel rondom je bedrijf. Ja. En het feit dat er mobiliteit ontstaat, dus dat mensen vanuit Nederland naar Vlaanderen gaan of andersom, maakt dat zij ook weer vacatures achterlaten en waar anderen weer op in kunnen schuiven. Dus ik denk dat het goed is dat bedrijven echt over de grens durven kijken. Oké, okay. We hebben gelijk een poll, hè? Beste mensen thuis en beste kijkers. De poll voor jullie. Hoeveel mensen steken dagelijks de grens over tussen de provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen en Nederland voor het werk? Dus wat denken jullie? Hoeveel mensen dagelijks gewoon heen en weer reizen over de grens? Ik ga ondertussen naar Freddy toe. Freddy, ben je goed te horen? Je bent in ieder geval in beeld. En ja, ik zie je ook schakelen. Freddy, om gewoon maar even op z'n Vlaams lekker los te beginnen. Hè. Wat voor jou hè, is nou een hilarisch moment hè, dat je als Vlaming met die Hollanders hebt meegemaakt? Wat een hilarische vraag, Mark. Dank je wel. Nee, ik weet het niet. Echt een typische hilarische gebeurtenis heb ik niet zo. Maar je hebt bij de inleiding ook al naar Peter van der Meers verwezen. Hij heeft een aantal one-liners in petto natuurlijk over het culturele verschil tussen Nederlanders en Vlamingen. En dat is soms wel een beetje lachwekkend. En dat kan vooral in het taalgebruik soms tot wat misverstanden leiden. Hey, als wij spreken over een tasje koffie, dan denken jullie aan een winkeltasje en zo. Dus ja. Dat is allemaal wel leuk. Zo. Maar wat misschien toch wel... Ik heb toch wel een vrij rare herinnering. Hey, want wij spreken over meetings of vergaderingen. Jullie spreken over een gremium of gremia. En het laatste punt van een vergadering of van een gremium, dat is bij ons de varia. Bij jullie is dat de WVTTK.
Dat vond ik zo spitsvondig. Hè. En de WVVTK, wie dat niet weet, is wat verder ter tafel komt. Dat is nog altijd iets wat ik niet begrijp, dat jullie dit kunnen uitvinden voor zo'n slot van een meeting. En even, Freddy, voor mijn beeld, hè. Wat was het Vlaamse woord daarvoor? De varia. Kijk aan, wat leuk om te horen. Hey Freddy, even terug. Hè. Je bent voorzitter van EURES Geldermond. Ik ben even benieuwd. Hè. Wat kan EURES nou betekenen in de kansen die er liggen voor het bedrijfsleven tussen Nederland en Vlaanderen? Hè. We hoorden net dat verhaal van Twan. Hoe zit jij daarin? Nu, eigenlijk kan je bijna perfect het spiegelbeeld voor ogen nemen. Hè? Wat UWV en Twan doen in Zeeland en meer noordelijk, heel landelijk ook, doen wij in Vlaanderen en meer specifiek ik dan in Oost-Vlaanderen als verantwoordelijke directeur voor VDAB Oost-Vlaanderen. Maar natuurlijk, wat stellen we vast? Dat is dat aan het grensgebied wordt het net iets moeilijker. Hè? Omdat we daar precies elkaar een beetje proberen, en het zal wel weer een Vlaamse uitspraak zijn, de vliegen proberen af te vangen, of onze arbeidsmarkt wat te beschermen tegenover die snoodaards vanuit Zeeland, hè, die onze werkzoekers komen stelen of omgekeerd onze vacatures komen invullen. Nu goed, wij hebben uiteraard als publieke tewerkstellingsdienst, net zoals UWV, een policy dat we uiteraard eens proberen onze eigen vacatures te gaan invullen met werkzoekenden uit de eigen regio. We noemen dat het model van het concentrisch bemiddelen. Hè. Als we de oplossingen niet meer vinden in ons eigen Vlaanderen, dan gaan we uiteraard de volgende schil van dat model aanspreken, en dat zijn de grensregio's. In het zuiden van Vlaanderen zal dat Franstalig België zijn, in het noorden van Vlaanderen is dat uiteraard Zeeland en West-Brabant natuurlijk in de regio Antwerpen. Dus wat we moeten doen met EURES, denk ik, is zoeken naar die meerwaarde, dat we niet enkel los van elkaar en zeer protectionistisch bezig zijn, maar zoeken naar opportuniteiten die 1 plus 1 3 maken. Ja, he, eigenlijk maar om in voetbaltermen te spreken. Hè. Je verdedigt je eigen doelen, zeg maar, hè, je eigen strafschopgebied. Maar ik ben toch wel even benieuwd. Hè. Je zegt van nou, zoek daarin meer de verbindingen met elkaar, de samenwerking. Kun je nou een praktisch voorbeeld geven? Hoe kun je dat doen? We gaan straks nog wel terugkomen, denk ik, op onder andere de EASY-projecten, nu noemen we dat de ESF-plus-projecten. Wij dienen met EURES ook wel een aantal projecten in binnen het Europees Sociaal Fonds om een aantal middelen te genereren, zodanig dat we wat surplus-activiteit kunnen ontwikkelen. En ik denk ik hoop ook dat we voor de komende 2 jaar daar zullen in slagen. We gaan zelfs zo'n subsidiedossier vanuit VDAB, maar wel gedragen door EURES uiteraard, indienen, of we hebben het ingediend, we wachten op resultaat om heel specifiek de noden te lenigen voor de vacatures van de hele Noord-Zeeportregio. Dus dat is niet voor de regio van de haven in Vlaanderen, maar voor de hele Zeeuws-Vlaamse regio van Noord-Zeeport. En we gaan heel specifiek inzetten op een vernieuwde dienstverlening aan de bedrijven in dat havengebied, om samen met UWV en andere stakeholders natuurlijk ervoor te zorgen dat we die toegevoegde waarde kunnen bieden. Maar dat vraagt wel wat pilotgewijs experimenteerwerk. Ja. Het vraagt ook wat extra inzet van mensen en middelen. Maar we hebben dat ervoor over. Dus we weten dat de toekomst ligt in het invullen van vacatures. Onder andere in het havengebied natuurlijk. Als ik goed geluisterd heb, Freddy, hè, je vraagt nu eigenlijk een pot met geld aan, hè, een subsidie. Jullie gaan daar mooie ontwikkelingen mee aan. Ja, ik ben altijd heel resultaatgericht. Hè. Wanneer verwacht je daar de eerste resultaten van? Wel, we moeten natuurlijk eerst nog de goedkeuring van Europa binnenkrijgen. We verwachten dat min of meer, denk ik, in december, als alles goed zit. En het huidige subsidieringsprogramma loopt door tot einde maart. Dus we starten met die vernieuwde werking, als Europa het wil natuurlijk, vanaf begin april. Oké, nou prima. Ik ga weer even naar... Dan gaan we heel proactief vanaf april eigenlijk ons plan ontrollen om de werkgever, alle werkgevers in de Noord-Zeeportregio, UWV voor de Nederlandse kant, VDAB voor de Vlaamse kant, gaan we heel proactief gaan prospecteren en gaan bevragen naar hun noden en waar de toekomstige vacaturebehoeftes ook liggen. Dus want we moeten, daar komen we straks nog op terug, opleidingsinitiatieven ontplooien. En dat vraagt een beetje tijd, dus hoe sneller we dat allemaal weten, hoe beter. Ja.
Daar kom ik zo dadelijk bij je terug, Freddy. Want jullie hebben ook een ander mooi product, hè? De zogeheten Grensmatch-app. Laten we eerst even kijken naar een korte animatie van deze mooie app. Van de juiste werknemer of die nieuwe leuke job is soms niet eenvoudig. Maar wist u dat er net over de grens ook veel talent woont en een groot vacatureaanbod is? Daarom is er nu Grensmatch. De app voor de grenzeloze arbeidsmarkt waarmee u uw zoekgebied vergroot. Met Grensmatch leggen werkgevers en werkzoekenden in de grensregio gemakkelijk contact met elkaar. Zo vinden werkgevers sneller nieuwe werknemers en werkzoekenden die nieuwe job over de grens. Als werkgever maakt u eenvoudig een account aan en start direct met matchen. U swipet zo door relevante profielen van werkzoekenden heen. Is het een match, dan kunt u direct contact opnemen met een kandidaat. Voor werkzoekenden is het ook simpel. U maakt een profiel aan, geeft hierin uw voorkeuren, diploma's en specialisaties aan en klaar. Potentiële werkgevers zien uw profiel en kunnen nu contact met u opnemen. Ook uw zoekgebied uitbreiden tot net over de grens vindt uw nieuwe werknemer of job nu nog eenvoudiger met Grensmatch. Grensmatch. Werken en recruteren over de grens. Ja, Grensmatch-app, hè? Twan, we zagen net een mooie animatie. Als ik het even goed begrepen heb, hè? Op je telefoon heb je dus een app. En daarin kun je werknemers en werkgevers met elkaar matchen. Mag ik dat zo zeggen? Nou ja, het is een app die in eerste aanleg is ontwikkeld voor werkgevers. Die, nou ja, zeg maar à la Tinder, hè, voor degene die het kende, thuis op de bank, achter de, met een duim over de telefoon, op zoek kunnen gaan naar personeel. Wat mensen die hebben gezegd, ik wil over de grens werken. Of in Nederland, of in Vlaanderen. En nou ja, daar zijn we hartstikke succesvol mee. Dat is ontwikkeld vanuit Eures Geldermond. We hebben op dit moment 962 werkzoekenden die zich hebben ingeschreven op die app. Aan beide kanten van de grens? Ja, aan beide kanten van de grens. Die zich beschikbaar stellen voor arbeid. En 382 werkgevers die een profiel hebben aangemaakt. En die dus in die groep van werkzoekenden kunnen swipen en zo op zoek gaan naar, naar personeel. Ik heb zo zelf recent ook iemand aangenomen. Oké, maar even voor mijn beeld. Hè. Stel je voor, ik zoek een nieuwe job. Hè. Deze job die ben ik beu. Ja. Ik wil iets anders. Ik ga naar die app en ik kan gewoon kijken van hey, welke vacatures zijn voor mij interessant. Het is andersom. Het is echt een app voor werkgevers. Voor werkgevers. Die op zoek kunnen gaan naar werkzoekenden die hebben aangegeven, ik heb belangstelling om over de grens te werken. Oké, prima. Mag ik het zo zeggen? Het is de ouderwetse kaartenbak van het UWV die verdigitaliseerd is? Was het maar waar, want dan zouden we namelijk nog vele malen groter zijn. Maar in kleine vorm klopt dat. Ja, okay. Alleen deze mensen hebben intrinsiek de motivatie om te zeggen, ik ben bereid om over de grens te werken. Ja. En dat is een groot verschil met de totale populatie van werkzoekenden bij UWV of gemeente. En dan ben ik ook, hè, net de vraag aan Freddy daarnet ook, hè, van ja, maar wat levert het op? Hè? Jullie zijn sinds 2019 zijn jullie bezig. Hè? Wat is het resultaat? Nou, het resultaat is dat we tot op heden 1500 matches hebben gemaakt. Dus we hebben 1500 werkgevers en werkzoekenden aan elkaar verbonden. Dat wil niet zeggen dat dat ook meteen mensen zijn die bij die werkgever aan de slag zijn gegaan. Maar 1500 is wel een fors aantal. En het is zelfs zo, het is opgepikt door de Europese Commissie. En we hebben de app inmiddels ook uitgerold langs de Nederlands-Duitse grens. Dus ook onze Duitse collega's zijn enthousiast aan de slag gegaan met de Grensmatch-app. Dus een hartstikke mooie tool, zeker juist in deze markt. Absoluut, absoluut. Okay. Het is heel, wat zal ik zeggen, het is heel makkelijk, het is eenvoudig. Hè? Veel mensen die communiceren tegenwoordig allemaal via de telefoon. Ja. En ja, hoe makkelijk is het dan om op die manier of een werkgever te vinden, dan wel benaderd te worden door een werkgever die zegt, ik heb een baan voor je. Ja, oké, top. Ik zit nog even te denken. Hè? Ik kom nog even terug op de poll van voorheen. Hè? Want het ging over Vlaanderen en Nederland en hoeveel mensen dagelijks de grens oversteken. Nou, mensen hebben meegedaan met de poll. Ik ga jullie even het verlossende antwoord geven. Maar liefst 43.000 mensen, dames en heren, die steken dagelijks de grens over om aan de andere kant te gaan werken.
Ja, ik vind het een verrassend aantal, want dat is behoorlijk wat, hè? Dat is een stad zo groot als Middelburg, bij wijze van spreken, dat aan de andere kant van de grens gaat werken. Freddy, ik ga weer even terug naar jou, hè? Want daarnet triggerde jij mij toch. Hè? Er is een grote krapte op die arbeidsmarkt. Hè? Er is ook vaak een mismatch, hè, op die arbeidsmarkt. Hè? Je gaf het, Twan gaf het in zijn intro al aan. Jij gaf het er net ook al aan. De werkloosheid, die is historisch laag. Hè? Nog nooit zo laag geweest. Toch is er nog een groep mensen die eigenlijk ongewild langs de zijlijn staat. Hè? Ze komen volgens hun profiel, tussen haakjes, komen ze niet in aanmerking voor een baan. Ik wil even toch die vraag aan jou stellen, Freddy. Hoe kunnen wij nou die mensen die eigenlijk ongewild langs de zijlijn staan, toch nou aan een leuke job helpen? Ja, Mark, klopt inderdaad uw analyse. Het is, het beeld aan Vlaamse zijde is identiek als zoals Twan heeft geschetst langs de kant van Nederland. Die krapte is brandend eigenlijk. De arbeidsmarkt staat in brand. We hebben een nooit geziene laagtepunt van het aantal werkzoekenden. Het is 15 jaar geleden dat we dit niveau nog hebben gehad. Ja. Dus dat is gigantisch. We hadden dat met de coronacrisis absoluut niet verwacht. En het aantal vacatures, dus het economisch herstel na de pandemie, die we nog niet volledig onder controle hebben natuurlijk, maar toch waarschijnlijk wel bijna, dat aantal vacatures, dat boomt spectaculair. Ja. Dus die arbeidsmarkt staat in brand, dus we kunnen al onze vacatures absoluut niet ingevuld krijgen. De reserve die nog aan de zijlijn staat, wat verstaan we daaronder? Dat zijn vaak ook werkzoekenden die ook heel vaak niet beschikken over de competenties die gevraagd worden in de vacatures die we vandaag in onze knelpunt economie tegenkomen. En ik heb maar één antwoord daarop en dat is: opleiden is het nieuwe recruteren. Dus we moeten de competenties van werkzoekenden die op dit moment aan de zijlijn staan absoluut gaan versterken. Maar ik zou zelfs meer zeggen, zelfs als hypothetisch zouden we erin slagen om elke werkzoekende zijn competenties of haar competenties te versterken en een plaats te geven op een vacature, dan hebben we nog veel mensen tekort om aan een werkzaamheidsgraad, dat is een nieuwe term, ik spreek veel liever over werkzaamheidsgraad, dat houdt in hoeveel procent van de beroepsactieve bevolking is betaald actief aan de slag op de arbeidsmarkt. De ambitie van Vlaanderen is om dat te krijgen op 80%. We zitten nu ongeveer op 76%, maar vergis u niet, 4% dichtrijden is een bijzonder moeilijke taak. Ja. Dat betekent ook, en dat is de gigantisch nieuwe uitdaging die we hebben, er zijn dus heel veel Vlaamse burgers, in Nederland zal dat niets anders zijn, die op dit moment niet actief participeren aan de betaalde economie, maar wel ongelooflijk, en die ook niet al dan niet genieten van een uitkeringsstelsel, bijvoorbeeld het ziekteuitkeringsstelsel wel. Ook daar proberen we mensen te recupereren. Maar je hebt ongelooflijk veel burgers die veel talenten hebben, maar die niet ter beschikking stellen van onze Vlaamse economische motor. En ook daar zit een gigantische uitdaging. Als je dat met een ijsschots op de IJszee zou illustreren, dan zijn mensen die een uitkering genieten, werkloosheid of ziekte of whatever, dan is dat maar het kleine topje van de ijsberg die je boven water ziet. De grote ijsschots is de reserve die zijn talenten op dit moment niet actief ter beschikking stelt. Maar Freddy, als ik jou even mag onderbreken. Jij gaf net aan, hè, opleiden is het nieuwe recruteren, zeg jij. Maar opleiden, dan kijk je met name naar de werknemerskant. Wat kan een werkgever daarin in betekenen? Wel, heel veel. Ik spreek nu een beetje, omdat de arbeidsmarkt in Vlaanderen en Zeeland scheelt, dat verschilt niet zoveel, maar toch wel op een aantal punten. Het grote verschil ook tussen Vlaanderen en Nederland is dat VDAB nog altijd aan eigen competentieversterking kan doen. We doen nog heel veel eigen opleidingen, samen met partners of in eigen beheer. Nederland helaas niet. Ik denk dat ze dat betreuren, maar dat is nu eenmaal zo. Dus wij doen daar al heel veel zelf aan. Maar wat wij ook weten is dat bedrijven op hun werkvloeren de beste opleidingsplek kunnen creëren. Ja. Dus wij vragen heel uitdrukkelijk aan de werkgevers om mee het sluitstuk te zijn van de competentieversterking van iedereen die op zoek is naar werk. Okay. Ook al ben je aan het werk, dan moet je ook nog blijven investeren in opleiden, zodanig dat je een schoorsteeneffect creëert, waarbij de laagste profielen in je onderneming vrijkomen, want die zijn voor ons nog altijd
makkelijkst in te doen. Ja. En dus het is zowel de werkgeverskant als de werknemerskant. Hè. Ik ga dit blokje afronden. Ik wil nog toch één dingetje aanstippen. Hè. Want als ik de kranten en het nieuws gewoon bekijk en hoor. Open hiring. Twan, ik ga even terug naar jou. Ik heb er ook al een keer over gehoord. Neem nou eens een keer in een half minuutje mee. Wat is open hiring? Ja, open hiring is een manier van werven van personeel door werkgevers. Door heel duidelijk te zeggen van, ik heb deze vacature en ik verwacht dit en dit van de kandidaten. En vervolgens ga je niet een hele sollicitatieprocedure starten, maar je maakt de vacature bekend. En de dame of heer die als eerste zich komt melden en zijn of haar naam op een lijst schrijft, die krijgt uiteindelijk de baan. En vervolgens gaat die man of vrouw in de baan starten. En in het werk wordt die opgeleid tot het niveau wat nodig is. Een nieuw en een succesvol item, zeg ja, maar. Ja, dus een nieuw, succesvol. We zijn nog in een experimentele fase, maar we zijn al succesvol. En het gaat zeker niet het probleem op de arbeidsmarkt oplossen. Maar het past wel bij het anders kijken naar werk door werkgevers. En op een andere manier je werving insteken. Oké. Dankjewel Freddy, dankjewel Twan voor deze inspirerende woorden. Wij gaan lekker verder met het volgende onderdeel van het programma. Over werk gesproken. Hè. In het Zeelslaamse havengebied, beste mensen, van Noord Seaport, wordt momenteel een huzarenstukje geleverd. Hè. Namelijk de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen. En dat is een sluis in Terneuzen die behoort tot de belangrijkste toegangspoorten tot Noord Seaport en verder tot in Noord-Frankrijk. Hè. Ik heb me laten vertellen dat er jaarlijks 54.000 binnenschepen gewoon over het water heen crossen. 9.000 zeeschepen en een paar duizend pleziervaartuigen die worden daarin geschut. Terneuzen, dan vereist een indrukwekkende zeesluis. Hè. In 2023, beste mensen, vaart hier het eerste schip door deze sluis om het hele havengebied nog beter te verbinden met de Noordzee. En er was een oud-burgemeester van Terneuzen, de heer Jan Loning, die zei ooit, het is de port to Paris. Dus met andere woorden, het is absoluut goed voor die werkgelegenheid en die economische ontwikkeling van de regio. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen die er iets van af weten en gepassioneerd daarover kunnen vertellen. We schakelen even naar de andere kant van de digitale tafel. Hè. Daan Schalk, CEO van Noord Seaport. Daan, goedenavond. Welkom. Goedenavond. Goedenavond, Daan. Daan, tegen de achtergrond van de nieuwe sluis hè, en de grote transities rondom klimaat en digitalisering. Hebben jullie een maand geleden een nieuw ja, zeg maar strategisch plan op tafel gelegd, Connect 2025. Daarin noemen jullie verschillende trends en ontwikkelingen, maar ook een achttal strategische programma's. Hè, jullie positioneren je echt als een verbinder, een corridor. Ik ben toch even benieuwd, hè, voordat we gaan beginnen, hè, Daan. Kun jij ons een inkijkje geven in de haven en bijvoorbeeld de werkgelegenheid? Wat gaat daarmee gepaard? Momenteel, als je kijkt naar Noord Seaport, dan moet je vaststellen dat daar rechtstreeks en onrechtstreeks ongeveer 100.000 mensen elke dag een job hebben. Dus dat betekent dat als ik terugkijk naar de fusie die gestart is op 1 januari 2018, dat daar in die tijd tot vandaag al enkele duizenden arbeidsplaatsen bijgekomen zijn. Onze ambitie was die 100.000 tegen 2025 te bereiken en dat is vandaag al gebeurd. Dus ik denk dat je wel kan zeggen dat die haven naast een aantal andere sectoren, en zeker als je dan kijkt naar Oost-Vlaanderen, gaat dat ook om onderwijs, gezondheidszorg, kennisinstellingen. Ja. Maar dat die 100.000 echt wel een motor zijn van werkgelegenheid in de regio. Oké, dankjewel. Ik had het net over de nieuwe sluis, hè. Dat is één. Aan de andere kant de energietransitie. Hè. Dat is echt, ja, dat is ook nu in de dag van vandaag hot. Tal van wegen van die energietransitie, ja, die lopen eigenlijk over het water hè, of via de havens. Wat betekent dat nou voor de ontwikkelingen van de werkgelegenheid in bijvoorbeeld bij Noord Seaport? Wel, we hebben het ook heel dikwijls over efficiënter werken, automatiseren. Maar ik ben ervan overtuigd dat als we zo een strategie, een energietransitie, veel meer circulair gaan werken, digitaliseren. En digitaliseren is soms efficiëntieslaag,
maken. Maar ik ben er ook van overtuigd dat al die trends ons nog meer gaan openen om bijkomend mensen te zoeken. Dat dat bijkomende welvaart en jobs kan meebrengen. En dat die efficiëntieslag kan gemaakt worden, maar in een netto rekening er niet toe zal leiden dat we het met minder mensen kunnen doen in zo'n havengebied. Dan zijn we ook wel gaan inboeten op welvaart en op toegevoegde waarde in zo'n gebied. Dus ja, die trends zijn er. Ja, het kan efficiënter. Maar bijvoorbeeld de hele circulaire economie zal ook heel veel handjes noodzaken. De nieuwe vormen van energie zijn nieuwe investeringen, nieuwe handjes. Want bij manier van spreken, Nieuwe handjes, Daan, dat betekent ook gewoon nieuwe soort jobs. Ja, klopt. En nieuwe soort jobs, aan welke jobs moet ik dan denken? De staalfabriek van het verleden. Excuseer, ja, zeg maar hoor. Welke jobs moet ik denken, Daan? In zo'n havenomgeving heb je toch heel snel nog altijd wat we noemen de technische profielen. Hè? Ook uitvoerend technische profielen. Maar ook je diversiteit op topniveau, zeker in die technische profielen, wordt groter. Hè? Als je kijkt naar de klassieke havenindustrie, dan heb je het heel dikwijls in het verleden over de civiele ingenieurs die in die bedrijven, of het nu energie is, staal, chemie, hun rol gaan spelen. Vandaag zien we dat ook veel meer bijvoorbeeld de bio-ingenieurs daarbij komen, dat je veel meer digitale profielen nodig hebt, zelfs in die heel klassieke industrie. Dus de diversiteit van technische profielen wordt groter. En daarnaast heb je dan steeds meer profielen nodig waar niet alleen de technische vaardigheden, maar vooral de attitude van de mensen belangrijk wordt. Ik denk dat heel veel bedrijven beseffen dat je gaat moeten opleiden on the job, maar dat je dus ook de goede attitude moet hebben om bij manier van spreken elke 5 jaar jezelf heruit te vinden. Want wat vandaag nieuwe trends zijn, die zijn dat over 5 en 10 jaar niet meer. En dan heb je terug nieuwe mensen nodig. Alleen technische profielen vroeger. Het zijn nu ook mensen die talen gestudeerd hebben, politicologie, noem maar, die toch hun weg vinden in die havenbedrijven. Ja. Ja, dus even plat gezegd, in de jaren 30 had je nog de kolenboer, hè? Die is inmiddels helemaal uitgestorven. Dat is nu de energiemakelaar geworden, bij wijze van spreken. Ja, dat is een goed voorbeeld, hè? Maar het is ook de commerciële die daarom niet de technisch commerciële is. En waarschijnlijk vanuit een heel brede opleiding toch kan on the field opgeleid worden. Misschien ben ik daar zelfs een voorbeeld van, hè? Als oud-student van Peter van der Meers die u aangehaald heeft, want voordat hij bij de Standaard was, gaf je les aan de Gentse Universiteit in de richting geschiedenis die ik gevolgd heb. Wel, zelfs van een slecht historicus kan je daarna blijkbaar een manager maken. En zelfs komende vanuit 1 koninkrijk kan je met een oranje pun vandaag de 2 koninkrijken proberen bedienen. Ik denk dat is wat we nodig hebben, heel flexibele mensen. Nog even terug, hè, naar SEC, jullie bedrijf. Hè. Jullie hebben een talentenpool, een talentenprogramma. Kun je daar ons kort daarin meenemen? Hè? Wat betekent dat nou voor de werknemer? Maar dat betekent dat wij onze werknemer ook proberen meenemen in zijn persoonlijk verhaal. Dus wij zijn een relatief klein bedrijf, alhoewel toch ook 250 mensen. In Nederland is dat toch al een flinke MKB. Bij ons noemen we dat een KMO, kleine en middelgrote onderneming in Vlaanderen. Dus met onze 250 proberen wij nu voor het eerst ook met een aantal profielen aan de slag te gaan. Vanaf dat ze jong zijn, een soort perspectief te geven en vooral ze zo goed op te leiden dat ze in hun hele carrière regelmatig van job kunnen veranderen en niet moeten blijven stilstaan in één. Dus dan blijven ze toch verbonden, in dit geval aan het havenbedrijf, aan Noord Seaport in de breedste zin van het woord. Maar ze hebben wel de keuze om daar binnen te switchen. Ja, dat klopt. Dat is wat we proberen ingang te doen vinden bij onszelf. We zien daar nu al een aantal geslaagde experimenten van mensen die uit een technische baan richting bijvoorbeeld het commerciële gaan, maar ook omgekeerd. Commerciële mensen die we een beetje bijscholen in techniek en die dan eerder programmamanagers gaan worden. Wij doen dat nu op een schaal 250. Stel dat je dat in zo'n haven-ecosysteem zou kunnen doen met die 100.000. Dan heb je natuurlijk een enorme uitdaging op vlak van matchmaking. Maar dan heb je ook een enorm nieuwe pool om uit te vissen. Want heel veel bedrijven zoeken niet alleen in de pool van de werkzoekenden, maar ook bij elkaar. Ik denk dat vandaag de sollicitant vooral iemand is die al werkt en iets nieuws zoekt. En niet alleen iemand die werkloos is
En toch in die arbeidsmarkt probeert te komen. Okay. Mijn tafelgast, hè, die stak zijn, eigenlijk zijn fysieke vinger op. Geen digitale vinger, maar zijn fysieke vinger. Twan, je had een vraag? Nou ja, ik wilde eigenlijk aangeven, als je kijkt naar de haven, dat is bij uitstek natuurlijk een internationaal gebeuren. En ik denk dat het ook goed is dat werkgevers ook in de haven gaan kijken over de grens. En dan niet alleen over de grens met Nederland, maar ook gewoon in Europa kijkt. Wij zijn vanuit Eures en we doen dat vanuit UWV, maar ook vanuit VDAB. Wij zijn op dit moment vrachtwagenchauffeurs aan het werven in Griekenland. Wij zijn Italianen bijvoorbeeld, die werken graag in Nederland en in Vlaanderen. Wij zijn met hen activiteiten aan het ondernemen om Italiaanse ingenieurs, technici naar Nederland en Vlaanderen te halen om op die manier op deze arbeidsmarkt hun werk te doen. Dus ik zou echt ondernemers willen adviseren, kijk letterlijk over de grenzen heen. En zeker in een internationaal bedrijf als de haven, daar kan dat prima. Oké. Dankjewel voor je aanvullingen, Twan. Daan, ik kom nog even terug bij jou. Hè. Even de laatste vraag om dit blok af te ronden. Als je nou een doorkijk maakt naar het nationale perspectief, hè, van België en Nederland en kijkend naar de buurhaven in Antwerpen. Hè. Wat zouden nou andere cruciale thema's zijn waar de regio op moet inspelen, hè, om die arbeidsmarkt te vergroten? Hè. Want ik denk dat we regelmatig redelijk nauw kijken, hè, een beetje met de oogkleppen op, richting die arbeidsmarkt, maar moeten wij niet veel breder kijken richting het wonen, noem het maar op. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik denk dat we heel zeker breder moeten kijken, want uiteindelijk zijn we nu aan het vissen allemaal samen in een vijver waar niet zoveel vis meer in zit. Dus ik denk ook het voorbeeld van daarnet aan tafel, kijk veel breder naar landen, dat is een belangrijke. Maar ik denk ook als we ervan overtuigd zijn dat we welvaart willen blijven creëren in een regio, dat niet alleen steden als Antwerpen en Gent, maar ook bijvoorbeeld in Zeeland, dat men moet kijken om nieuwe bewoners aan te trekken. Want een arbeidsmarkt gaan vergroten zonder ook bijvoorbeeld woningen in je omgeving te gaan creëren en zonder die omgeving ook te gaan verbreden om aantrekkelijk te zijn. Alleen een arbeidsmarktbeleid zal het niet redden. Je moet eigenlijk een integraal beleid hebben als regio en dan liefst zonder naar die grens te kijken, want we zijn daar misschien nog veel aanvullender dan op vlak van arbeidsmarkt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uitbreiding van woningen en andere wat daar het potentieel is. Maar dat gaan we wel moeten doen. Hè. De Italianen en de anderen naar hier halen is één ding. Maar je gaat ze op een bepaald ogenblik toch wel proberen binden ook aan je regio. Want dan geven ze ook die echte meerwaarde voor een regio. Ja. En dat betekent dat je breed moet kijken naar het woningmarktbeleid, naar mobiliteit. Hè. Als je bij manier van spreken van Gent naar Terneuzen nauwelijks een busverbinding hebt en dat je iedereen dan in de wagen zet, maar dat je wel intern misschien in een stad heel goed openbaar vervoer hebt, ja, dan ga je ook naar dat soort, aanvullende zaken moeten gaan kijken om je arbeidsmarkt eigenlijk te gaan vergroten. Ik denk dat Noordzeeport een mooi voorbeeld is waar dat je eigenlijk niet meer moet vertrekken vanuit een nationaal belang en alleen maar kijken als je het niet opgelost kijkt om dan over de grens te gaan, maar dat je echt wel naar die meerwaarde moet kijken om die grens uit te gommen en niet een soort zee te gaan creëren die er geen hoeft te zijn. Nee. Er zijn mensen aan de andere kant, er is een woningmarkt aan de andere kant, er zijn leuke dingen aan de andere kant op vlak van cultuur, op vlak van eten, noem maar. Bekijk het zo en als je het zo bekijkt, ga je arbeidsmarkt ook automatisch groter worden, ook als dat betekent dat er soms Vlamingen die je graag in je Vlaams bedrijf zou hebben in Nederland werken, maar ook omgekeerd. Maak je pool vooral zo groot mogelijk, verbreed je onderwerpen en dan denk ik gaan we aantrekkelijker worden als regio en dus een aantrekkelijker arbeidsmarkt hebben. Want alleen met de schaarste aan vissen van vandaag gaan we het niet doen. Nee, we moeten veel meer profiteren aan beide zijden van de grens, hoor ik jou vertellen. Ja, dat klopt. En we doen dat, denk ik, hebben we dat in het verleden ook gedaan. Hè? De Italianen zijn een mooi voorbeeld die zelfs de mijnindustrie op een bepaald ogenblik in onze regio's groter gemaakt hebben. We focussen soms heel sterk op verschillen en die zijn daar, maar we spreken al dezelfde taal. Hoe makkelijk kan het niet zijn? Ja. Zelfs als we gaan taalopleiding geven voor bijvoorbeeld onze industrie, we zouden dat gezamenlijk kunnen doen. Hoe makkelijk kan het niet zijn? Ja. Het is allebei Nederlands. Dus ik zie daar enorme kansen omdat de verschillen er zijn, maar eigenlijk heel klein als je het vergelijkt met andere regio's. Ik wil je hartelijk danken, Daan. Daan Schalk, CEO van Noordzeeport, voor deze mooie bijdrage. Dankjewel, Daan. Ik ga weer even terug naar de poll, want de poll die luidde,
wat is de grootste haven van Europa gebaseerd op het aantal tonnen goederenoverslag? En ondertussen hebben jullie massaal gepolled. En daarin blijkt dat bijna 65% die zegt Rotterdam. Gevolgd door 28,57% om precies te zijn Antwerpen-Bruges. En Hamburg gevolgd op een derde plaats met, er wordt nog net even bijgesteld, met 8,4%. Het klopt, Rotterdam is de grootste haven en een goede tweede Antwerpen-Brugge. Beste mensen, we hebben het gehad over de arbeidsmarkt, we hebben het gehad over de havens en de arbeidsmarkt. We gaan er even leuk uit voor een prachtig leuk intermezzo.